negeert me gewoon. Dat is toch ongelooflijk? Misschien moet je excuses aanbieden. Ik? Als er iemand hier zijn excuses moet aanbieden, dan is die arrogante lul daar. En dat is juist een van de dingen die je aantrekkelijk aan hem vindt. Ja, ik zeg niet dat je sorry moet zeggen voor wat je over Wiet zei, maar de manier waarop. Dat is niet erg subtiel. Nou, het heeft toch geen zin, niet zolang je nog gevoelens heeft voor Sjors. Jij dacht dat je nog gevoelens had voor Vincent. Tot je verliefd werd op iemand anders. Dat kan bij Wing ook gebeuren. Bing? Het spijt me dat ik zo fel was over Wiet waar Sjors bij was. Oké. En ik wil heel graag trainen vanmiddag. Heb je tijd? Wat mij betreft is een samen trainen wel voorbij. Maar ik bied net mijn excuses aan. En ik heb geen zin meer om met jou te trainen. Oh, oké. We hebben één keer ruzie en dan laat je me gewoon vallen? Nou, lekker is dat. Waarom wil je eigenlijk met mij trainen? Oh, Sasha kan met jou trainen. Nou, Lucas kan niet zoveel, maar commanderen in de gym, dat moet hem lukken. Ik kan makkelijk een personal trainer betalen. Waarom wil je per se dat ik jou train? Nou, je hebt het al lang een keertje over gehad. Ik vind jouw manier van trainen gewoon ontzettend fijn. En we hebben lol samen. Je vindt me leuk. Je vindt me te leuk. Nou, jij haalt wel heel wat in je hoofd hoor, meneer Mauritius. Uitgebreid dineren, trottoir, alleen maar vragen over de liefde. Je hangt hier de hele tijd rond. Dus als iemand het leuk vindt om met je om te gaan, is ze meteen verliefd op je? Je hebt me gewoon enorm geholpen. Door jou revalideer ik als een malle. En daar gaat het mij om. En niet om je blokjesbuik. Maar goed, als jij vindt dat ik te dichtbij kom, dan kappen we er toch mee? Het etentje was too much. Ik wist het. Je hebt een beetje vertrouwen. Ik weet dat hij erg onder de indruk is van je vechtersmentaliteit. En die kant van jou is een stuk aantrekkelijker dan deze koppige diva. De wintercollectie, hè? Ken je die? Sorry, nou, dat was even een spoedgevalletje. Oh, geen probleem, maar. We kunnen zo even naar het park gaan om te bootcampen. Oké. Als je me weet dat het mij alleen maar om de trainen gaat en niet om iets anders. Nou, mij ook, dus dat komt heel goed uit. Mooi. Zo onweerstaanbaar ben je nou ook weer niet, hoor. Ga je sportkleding maar aantrekken, dan zie ik je zo. Ja. Doe jij mee? Bootcamp? Nee, ik ben niet zo'n bikkel als Nina. Nee. Nou, tot zo. Ja. Het eerste gedeelte van de bootcamp begint hier. Over een stokje inspringen, heel simpel. 1, 2, 3 en dat doe je 10 keer. Vervolgens ga je rennen, sprinten. Je sprint naar dit pionnetje, kom je terug, tik je de andere aan enzovoorts. Daarna ga je dribbelen, 20 keer. Daarna de squats. 1, 2, die ken je wel. En later eindigen met buikspieren. Is dat duidelijk? Heb je er zin in? Ja. Goed, dan gaan we beginnen. En go. 5, 6, 7, 8. Sprinten, sprinten, aantikken en terug. Kom. Kom op, kom op. Pak hem en terug. 9, 10. Sprinten, kom op. Ook eens springen. En de tweede, kom. En terug. Niet opgeven, Nina. 14, 15, 16. Kom op, 17. Ja, dat gaat goed. Rug recht houden. Iets dieper zak. 1, 2, 2. Heel, heel erg. 47. Kom op, 48. 49. 50. Je bent er. Heel goed. Ja, 51. 52. Ah. 53. 4. Bam! Oh. Heb je zin in een drankje? Een drankje? Vind je me soms leuk.
Ah, super. Dank je wel. Yes. Op jou. Omdat je vecht als een tijger. Even serieus, Nina. Een paar maanden geleden lag je voor pampers in bed en nu doe je een parcours alsof het niks is. Nou, niks. Nou, ik zag ook wel dat je het moeilijk had. Maar het is wel heel knap van je. Heel goed gedaan. Het kan ook door jou, hoor. Dat jij pusht me tot het uiterste. Nou, vandaag ging je verder dan dat ik je pushte. Dus voortaan kan je het wel alleen af. Zonder mij. Gefeliciteerd.